We gaan over naar Mike Staring. En die zit bij Thomas Oldeheuvelt, als het goed is hoor. Als het goed is, je weet het maar nooit. En dat is een schrijver die niet alleen prachtige boeken schrijft, maar ook nog er leuk uitziet. En het oog wil ook wat. Druk aan het schrijven. Altijd, hè? Hey man. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. Weet je, vijfde boek. Ja, vijfde alweer, hè? Ja. We zagen net wat beelden op de Elf Fair. Daar was je druk al aan het signeren. Vertel eens, waar gaat je vijfde boek over? Over een heks. Hoe kan het ook anders? Want heel even een stapje terug. Voor de mensen die jou nou niet kennen. Mm-hmm. Wat schrijf je? Ik schrijf fantasy- en horrorverhalen. Ja, geen standaard Nederlands literatuur of zo. Geen droge boeken en zo. Gewoon actie, spanning, fantasy, horror vind ik leuk. Het heeft altijd in mij gezeten. Gewoon spannende verhalen vertellen. Gewoon het onbekende opzoeken. Ik heb bij mijn studie heel veel gewoon literatuur moeten lezen. Wat heb je gestudeerd dan? Ik heb Amerikaanse literatuur gestudeerd, ja. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En daardoor leer je juist gewoon wat je zelf leuk vindt, die spannende verhalen, een soort gelaagdheid te geven. En daar creëer je iets nieuws mee, wat ook supergoed werkt. Want daarom heeft het ook zoveel succes gewoon. Omdat veel mensen denken altijd dat fantasy gewoon aan de oppervlakte zit. Maar het is juist, je maakt iets dat gewoon meer inhoud heeft dan mensen denken. Dat boek van mij, Heks, dat gaat dan over gewoon een klein dorpje dat is vervloekt door zo'n heks. En die loopt daar rond en allemaal leuk en aardig. Maar het gaat eigenlijk niet zozeer over gewoon haar bovennatuurlijke macht. Het gaat juist over wat mensen elkaar aandoen. Het gaat over gewoon het duisteren in de mens zelf. En dat vind ik leuk, om gewoon niet alleen een spannend verhaal te vertellen, maar ook daarmee iets gewoon over de maatschappij te zeggen. Ja. En dat hoeft niet altijd zo opgelegd of zo. Het hoeft niet allemaal geforceerd erin geworsteld te worden. Maar ik vind het wel leuk als verhalen met je inhoud hebben. Ik heb op een gegeven moment in Nederland voor een verhaal een prijs gewonnen. En dat verhaal is vertaald naar het Engels. Is in Engeland en Amerika uitgekomen. En is nou genomineerd voor de Hugo Awards. En de Hugo's zijn een beetje de Oscars van de fantasy internationaal, zeg maar. Het zijn mensen als Arthur C. Clarke hebben die vroeger gewonnen. Of J.K. Rowling van Harry Potter. En George Martin, nou heel populair met Game of Thrones. Die winnen dat soort prijzen, weet je wel. En het is publieks award, dus er moeten gewoon heel veel mensen op stemmen. En daar ben ik nou ook voor genomineerd met dat verhaal dat is vertaald. En dat opent zoveel deuren. Het verhaal wordt nou vertaald naar het Pools. Ik heb een agentschap in Canada dat me nou vertegenwoordigt voor mijn boeken. Mijn nieuwe roman gaat ook vertaald worden en zo. Dus het gebeurt denk ik heel veel tegelijkertijd het afgelopen jaar. Dat is echt heel vet. Maar jij pakt het ook heel groots aan. Want je schrijft niet alleen het boek, maar je maakt er ook gelijk een hele trailer omheen. Ja. En van je laatst verschenen boek is er een trailer. Zullen we even een heel klein stukje kijken? Ja, is goed. Doe maar. Zet maar aan. Novel by Thomas Oldeheuvelt. We gaan gewoon een trailer maken waar gewoon die de uitschaling van een filmtrailer heeft. Ik heb gewoon een berichtje op Facebook gezet, gewoon voor allemaal lezers die konden meedoen, die konden een bijrolletje hebben in die trailer. Dus we hebben gewoon op een gegeven moment 30 vrijwilligers naar de studio laten komen, allemaal op zijn kop, half naakt aan haken gehangen aan het plafond. En ze zitten rondzwieren, met kettingen vastgemaakt en met bloed erop, nepbloed en zo. Dat is echt een hilarische dag. Flesje ketchup. Ja, inderdaad. En van die kettingen eromheen, allemaal lopen gillen en zo. Dat is heel grappig. Maar ook zo mooi dat lezers dat gewoon doen, die willen daar deel van zijn. Dat is ook zo mooi van
met social media, dat je gewoon bereikbaar bent voor je lezers. En dat, ja. Je gewoon, ja, dat mensen dat leuk vinden om daaraan bij te dragen. Nee, maar je bent heel toegankelijk. Je was op die Elfair. Nou, je was eigenlijk de Justin Bieber van de Elfair. Ja, dat komt wel wat voor mij niet voorbij. Ja, Justin Bieber. Ja. Nee, maar je was alleen maar op de foto aan het gaan. Nooit gehoord, Mike. Maar we zitten toch wel degelijk in Den Bosch, want hier woon je, mag ik even een beetje rond. Tuurlijk. Maar ik hoor, of ligt het aan mijn gehoor, ik hoor allemaal krekels. Ja, dat is het eten. Het eten van mijn huisdieren. Ik heb een draak als huisdier. Een draak? Wil je hem zien? Ja, graag. Cool, gaan we zien. Ja. Zal hem even pakken. Een draak als huisdier. Dit is mijn draakje Knurf. Ik ben echt... Wauw. Dat is hem. Ja. Dat is... Ik zal hem even eruit halen voor ik hem beter bekijken. Maar wat voor dier is dit nou? Het is een baardagraam, dus een soort Australische hagedis. Ja? En het is een beetje de enige reptiele soort die compleet tam is. Dus hij laat het alles met zich doen. Het is echt een totaal instinctloos beest. Hmm. Gewoon als je hem in de woestijn zou zetten, zou ik binnen een dag dood zijn. Dan zou hij een adelaar tegenkomen en zet hij gewoon van, nou, ik ga niet weg, weet je wel. Ja. Het is gewoon echt een heel... Het is een best wel dom beest eigenlijk, maar het is wel heel erg lief. Best wel dom. En waarom wilde jij dan dit best wel domme beest als huisdier? Het is veel relaxer dan een hond, want je hoeft hem nooit uit te laten. Ja. Ze stinken niet, ze verliezen geen haren. Hij is nou een beetje aan het vervellen, dat wel, maar dat is alles. En ja, als klein kindje wilde ik altijd al een draak hebben en gewoon kuntjes leren en leren jagen en vuurspugen en zo. Ja, dat doen ze dan niet, maar... Het is zo'n leuk beest gewoon. Je kunt er alles mee. Kijk, je kan ook zwaaien. Hallo, kijkers van OutTV. Nou, hè? Ja. En hij heeft ook jonkies gemaakt, want vorig jaar had ik een vrouwtje erbij. Ja. En dan hebben ze 26 eieren gelegd. Pardon, 26? Ja, en die zijn ook allemaal uitgekomen. Dat komt allemaal uit deze kerel? Ja, dit is het mannetje. Ze hebben ook... Kijk, ze hebben twee piemels en ze eronder. Die mensen kunnen ze gewoon echt doorgaan. Oh, echt waar? Ja, inderdaad. En zijn vrouwtje die heeft maar één ingang, zeg maar. Dus dat moet een beetje op elkaar afgestemd worden, maar... Het wordt echt een ander programma. Het wordt een soort, ja, natuurlijk nu, maar dat maakt niet uit. Inderdaad. Maar je hebt ook jonkies. Ja, kom kijken. Ja, ja. Herkennen ze elkaar nu ook? Ja, ze zijn met elkaar heel erg tam. Ja. Het zijn redelijk sociale diertjes. Maar als een vader op tafel staat hier, dan worden ze altijd... Kijk, dan gaat er ook eentje zwaaien, zie je dat? Oh ja. Gaan ze met elkaar communiceren. Kijk nou, joh, ja, het is inderdaad aan het zwaaien. Gaan ze contact zoeken met elkaar. Een soort high five. Hé, maar hoe heb die krekels die zitten? Ja, wil je een eten? Oh, die zitten gewoon hierin. Nou, ik heb sprinken aan, ik heb krekels, ik heb wormpjes. Even kijken, we gaan even een... kijk, een soort afhaal-Chinees. Ja, toch? Klopt. Oh, wat erg. Ja, nee. Maar die leven dus nog, hè? Ja, nee, als ze dood zijn, dan vinden ze er niks aan. Ze hebben gewoon echt wel echt levend eten hebben. Dat zijn toch ook wel, hè? Maar... Zielig, eigenlijk. Kijk, nee, hier heb je een sprinken aan. Dat is de natuur, ja. Ja, het is de natuur, ze jagen in het wild ook. Oh, moet je eens kijken. Nou, kijk nou. Hoppa. Ze eten ook gewoon aardbeien en appel hoor. Dat vinden ze ook lekker. Maar het is wel gezellig als je hier dan zo thuis zit. Ja, toch? Hier zit ik normaal altijd ook te schrijven. En dan heb je gewoon altijd gewoon leven achter je. Echt heel relaxed gewoon. Dan ben ik hier gewoon lekker aan het werken. En dan altijd gewoon die beestjes die meekijken eigenlijk. En als je nou aan een boek bezig bent, hè, ja. Hoe lang ben je dan bezig? Is daar een limiet aan? Is dat... Nou, ik heb mijn vorige boek 2,5 jaar over gedaan. Maar bijvoorbeeld Hex, wat nou net uit is, heb ik 4 maanden over geschreven. 4,5 maand. Oké. Okay. Dan zit je gewoon in zo'n lekkere flow en dan gaat het zo relaxed. En dan schrijf je gewoon elke dag 4 bladzijden of zo en dan ben je er zo doorheen. Wat zou je nog heel graag willen schrijven? Of ben je daar momenteel al mee bezig? Ik ben nou weer met wat korte verhalen bezig. Ik schrijf altijd tussen twee boeken in, schrijf ik een aantal korte verhalen. Dat is gewoon een goede leerschool en ook leuk om die te laten lezen aan mensen natuurlijk. En er komt elke keer wel weer een nieuw boek. Ik heb een vaag idee voor een nieuw boek. Het is nog niet helemaal zeker hoe het allemaal gaat. Het heet Prozac Fairies. De titel heb je al. Ja, het wordt een hilarisch, bizar boek wordt dit.
Of een stel depressieve, moddervette veeën. Het wordt echt heel grappig. maar hoe het precies verder gaat, weet ik allemaal nog niet. En ik heb altijd zoiets, er komt altijd wel weer een nieuw verhaal. En ik denk meer in, ja, ik zie gewoon het traject voor me van ik wil gewoon vertaald worden naar het Engels. Ik wil dat daar gewoon in Engeland en Amerika mijn boek op de markt komen. En die verfilmingen, dat die er gaan komen en zo. Dat is een beetje mijn droom, weet je wel. Ja, want hoe zie je jezelf over een aantal jaar? Ja, dan... ik heb altijd wel heel erg voor me gehad dat ik gewoon echt gewoon goed van mijn schrijven kan leven gewoon. En ik kan er nou van leven. Maar het is niet dat ik heel rijk ervan word of zo. Ik zit gewoon lekker op een prima appartementje in Den Bosch. En dat is goed, alleen ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen mijn verhalen kunnen lezen en mijn boeken kunnen lezen. En dat het gewoon internationaal een succes wordt. Ja. Heel veel succes. Dankjewel, man. Oh god, wat een mooie reportage, wat een fijne schrijver is het ook, hè? Ik vond het wel trouwens eventjes tussendoor van die levende sprinkhanen, dat die gewoon zo opgegeten worden. Want ik denk van, jij, zo'n sprinkhaan, die leeft ook. Maar ja, zo is de wereld. De wereld kan soms heel hard zijn.